Zwaneveld kwam donderdag in actie en overhandigde aan woningcorporatie Portaal 180 handtekeningen. Portaal kwam op buurtbezoek om te luisteren naar de eisen van de bewoners. Bewoners eisen dat de woningcorporatie de schimmel en tocht in hun huizen en de rattenplaag in de buurt aanpakt. Ook willen zij meer inspraak. Die handtekeningen hebben we gisteren ontvangen in een symbolische gatenkaas. Hebben ze die voor ons gemaakt. En we hebben gisteren vooral met bewoners gesproken over de problemen die zij ervaren. En het onderhoud wat zij graag willen uitvoeren. En we zorgen nu dat bewoners over 2 weken een brief ontvangen waarin staat wat ons plan is. En daarnaast gaan we een klankbordgroep met bewoners vormen om ook dat onderhoud voor te bereiden. Waar we in ieder geval beter hadden moeten doen, was bewoners al eerder vertellen wat onze plannen waren. En we hebben bewoners niet duidelijk verteld dat we volgend jaar en in 2019 van plan waren om het onderhoud aan te pakken. Dat had misschien wat onrust kunnen voorkomen. We kunnen ons goed voorstellen dat bewoners ongerust zijn en dat ze vragen hebben. Wat we minder goed kunnen voorstellen is dat de SP eerst de media heeft opgezocht hierover. In plaats van gewoon eventjes contact met ons heeft gezocht. Nou, dat hebben we gisteren ook wel met elkaar kunnen uitpraten. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je je woning ziet dat het schilderwerk moet gebeuren. Dat je dan, en je hoort van ons nog niet concreet wanneer we dat gaan doen, dat je daarover zorgen maakt. Dus we hopen nu ook wel gewoon echt concreet en duidelijk te maken wanneer we wat gaan doen. Zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn. We gaan nu een aantal dingen doen. Op de eerste plaats krijgen alle bewoners, dus niet alleen de bewoners die hebben ondertekend of die er gisteren bij waren, maar krijgen van ons een brief met uitleg over wat we de komende periode van plan zijn. En daarnaast gaan we na de zomer met een groep van bewoners in gesprek over de planning bijvoorbeeld, maar ook over welke kleur ze graag zouden willen op hun voordeuren en kozijnen.